Hallo, mijn naam is Huub Smit. Ik wil even reageren op de hele leuke dag die ik gehad heb op 26 mei 2012. Dat was leren dirigeren, koordirectie van Rogier. Hele leuke groep, hele enthousiaste groep ook moet ik zeggen. En het verbaasde mij een beetje. Want ik dacht ook in het begin van een beetje dirigeren zo. Nee, het is iets anders. Waarom deed ik mee met de cursus? Ik doe eigenlijk niks met muziek, af en toe, maar vroeger heb ik op een fanfarekorps gezeten, bugel gespeeld. Heel veel respect toen al voor die dirigent die precies wist aan te geven wat hij wou, hoe zacht, hoe hard. En, tot een klein jaartje geleden heb ik een jaar of twee op een gemengd koor gezeten. En ook daar zag ik van de dirigent bepaalde dingen die net niet helemaal gingen zoals het zou moeten. En aangezien een goede vriend van me zei laatst van, goh, ik ga naar zo'n cursus toe. Ik zei, nou, dan ga ik wel een keertje mee, lijkt me heel leuk. En je steekt er toch wel wat van op. Misschien dat ik binnenkort toch weer eens op een ander koor ga. En ja, het komt misschien wel eens van pas, hè, dirigeren. Maar sowieso heel veel respect gekregen voor wat een dirigent eigenlijk moet doen voor een koor. Om precies aan te geven wat hij nou precies wil. En ik denk dat Rogier dat heel goed overbrengt. Heel leuk en heel enthousiast, moet ik zeggen. Helemaal top. Dankjewel.